Morning! Daar ben ik weer. Ik heb vandaag voor jullie weer een tag, namelijk de Should Have tag. Daarbij beantwoord ik een paar vragen over wat er nog zou moeten gebeuren in de boekenwereld, om het zo maar te zeggen. Ik heb natuurlijk de laatste tijd alleen maar tags doen. Er zijn gewoon zoveel leuke tags die ik dan tegenkom en ik denk van daar heb ik wel wat over te zeggen. Dus misschien dat het een beetje veel tags is. Dan leren jullie hem ook kennen, toch? Vraag 1. Welk boek zou absoluut een vervolg moeten krijgen? En daarbij ga ik voor Zielen van Stephanie Meyer. Dat is deze. Dit is een alleenstaand deel. Er was ooit sprake van dat er een vervolg van zou komen. Maar dat is niet gebeurd en ik denk ook niet dat het nog gaat gebeuren. Ik zou best wel willen weten hoe het zich ontwikkelt verder. Het einde is gesloten, maar ook weer niet. Voor wie het verhaal niet kent, het gaat over aliens die eigenlijk aarde overnemen. En die manifesteren zich in de lichamen van mensen zelf. En daardoor nemen ze hun over. En aan het einde is alles voor... Er is dan een alien, die neemt dan een personage over. En dan zitten ze nog met z'n tweeën in dat lichaam. En zij gaat dan zich bij de mensen aansluiten als alien zijnde. En allemaal gekkigheid. En aan het einde is dat goed, maar de aliens hebben nog steeds aarde. Dus hoe krijgen de mensen aarde terug? En al dat soort zaken zijn nog open. Dus dat lijkt me wel leuk om over te lezen. En buiten het feit dat ik deze heel leuk vond, is een van mijn lievelingsboeken. De hele wereld omheen vond ik leuk. Die god waar ze in leven vond ik leuk. Ik vond het idee van die aliens leuk. En dat ze heel veel andere universums ook al over hebben genomen. En andere planeten. Dus dat vond ik echt heel leuk. En daar zou ik graag meer over willen weten. Dus voor mij is dat zeker deze. Dan vraag 2 is: welke serie zou absoluut een spin-off moeten krijgen? En dat is voor mij de Touching Juliet serie van Tahara Mafi. Dit is het eerste deel, vrees me. Er zitten hier zoveel interessante personages in waar ik graag meer over zou willen weten. Eén daarvan is de beste vriend van Juliet. Ik weet eventjes niet meer hoe die heet. Vooral in het laatste deel is hij heel veel aan de orde. En hij is gewoon zo grappig en zo sarcastisch en zo droog. En dat kan ik heel erg waarderen. En ik denk dat het voor hem ook wel interessant is om te zien hoe hij alles heeft meegemaakt. En daarnaast, zeker in het tweede deel, worden heel veel nieuwe personages toegevoegd aan het verhaal. En die hebben een heel leven gehad voordat Juliet erbij kwam. Dus dat is ook heel interessant om te lezen. Dus dat is ook heel interessant om over te lezen. Dus je kan zoveel kanten op. Dus in ieder geval, de Touching Juliet serie mag zeker wel een spin-off hebben. En zeker die mooie schrijfstijl van Tahara. En een mooie voorkant alsjeblieft. Net zoals Furthermore, dit is ook een mooie boek. Verder meer. I believe so. Dan vraag 3. Welke schrijver of schrijfster zou absoluut meer boeken moeten schrijven? Hiervoor is maar één antwoord mogelijk. En nee, het is niet J.K. Rowling, want die is bezig. En die heeft al heel veel boeken geschreven, alleen onder een andere naam. Nee. Mijn antwoord is simpel. Suzanne Collins. Zij heeft alleen de Hunger Games geschreven en die was fantastisch. Ik wil meer van Suzanne Collins. Al zij zo'n fantastische serie. Eén van mijn favorieten, dan wel niet mijn favoriete serie. I need more. Please. Dan vraag 4 is nog een personage die met iemand anders had moeten eindigen. Hier had ik niet echt een goed antwoord op. Omdat heel veel mensen die met elkaar eindigden, klopten het voor mij wel. Of ik kon er wel achter staan. Of ik kon me er wel in vinden. Met sommigen was ik niet helemaal blij vanaf het begin. Maar ik zou het ook niet veranderen. Ik weet wel dat in Nevelen van Avalon van Marion Bradley zit. Ik heb het nog niet uit, dus ik weet niet zeker of ze niet met elkaar eindigen, maar ik denk het niet. Ik weet dat de zus van Arthur, de halfzus van Arthur, die heeft een kind van koning Arthur gekregen. En koning Arthur is helemaal verliefd op haar en zij niet op hem. En toch had ik het wel leuk gevonden als, ook al is het verkeerd dat zij broer en zus zijn, ik vond ze leuk samen. En ik vond Arthur heel lief voor haar. En ja... Eigenlijk had ik dat wel leuk gevonden als zij samen zijn. En eigenlijk zit zij alleen maar achter Lancelot aan. En Lancelot zit weer achter een ander aan. Het is echt een zeshoekverhouding. Echt heel ingewikkeld. Maar ik vond koning Arthur vind ik gewoon eigenlijk een schatje in het boek. En hij is gewoon een beetje verliefd op haar. En eigenlijk altijd. En heel lief. En zij niet tegen hem. En eigenlijk had ik het altijd wel leuk gevonden. Als zij wat meer... Ook al hadden ze maar even een relatie. Dat hebben ze ook nooit gehad. Dus dat had ik eigenlijk wel leuk gevonden. Je kan het niet snappen denk ik als je het niet hebt gelezen. Het is ook heel moeilijk om uit te leggen omdat het heel veel ingewikkelde dingen zijn. Maar ja, dat is eigenlijk het enige waarvan ik denk van jammer. Jammer. Maar
verder steun ik de schrijver eigenlijk in alles. Maar ik weet nog niet hoe bij Throne of Glass samen gaat. Want daar ben ik wel voor iets. En ik weet niet hoe het daarbij zal gaan. Dan vraag 5 is: noem een boek dat anders had moeten eindigen. Ja. Allegiance. Verder zeg ik niks. Allegiance. Vraag nummer 6 volgens mij. Noem een serie die absoluut verfilmd moet worden. Ook daar was ik meteen snel uit. En dat is de Wolves of Mercy Falls serie. Die heb ik al vaker over deze serie gehad. Ik vond hem heel leuk. Ik wil hem weer snel gaan herlezen. Ik ben niet zo'n fan van herfilmen. Herfilmen? Ik ben niet zo'n mega fan van verfilmingen. Omdat het vaak niet goed gaat. En omdat dan het verhaal in mijn hoofd aangepast wordt. Terwijl ik juist het verhaal in mijn hoofd zo leuk vind. Want dat is mijn eigen creativiteit. Dus tuurlijk is dat perfect. Maar de Wolves of Mercy Falls wil ik echt graag zien. De wereld omheen. En het lijkt me gewoon echt zo'n film. Dat ik heel vaak terugkijk. Net zoals Twilight voor de omgeving. En voor de sfeer. En het is gewoon een verhaal dat ik op kan eten. En kan blijven kijken. Dus deze zou voor mij heel erg graag verfilmd mogen worden. Of een serie. Lijkt me ook wel leuk. Is dat de volgende vraag? Oh, dat is de volgende vraag. Nee, dit is een film. Alleen film. Geen serie. Dan de volgende vraag is waar ze aan een serie van moeten komen. En dat is de Privilege serie. Dit is het laatste deel onthulling. Ik ga niet de hele serie pakken. Hij staat daar. Hij is veel te groot en ingebouwd. Het duurde heel lang. Het zijn best wel kleine boekjes. Dus ze moeten ze te ver naar voren. En de ruggen zijn allemaal scheef. Dus het duurde heel lang om ze recht te krijgen. En ik ben niet zo groot. Dus ik kan er niet bij. En privé is helemaal onder. Dus ja, ik ga er niet aankomen. Dit is het laatste deel. Die lijkt me heel leuk om in een serie gemaakt te worden. Net zoals Pretty Little Liars. Er zitten gewoon heel veel aspecten aan. Heel veel kleine mysteries elke keer. En allemaal personageontwikkelingen. En ja, dat zou ik wel heel leuk vinden. Het is ook, het vindt plaats op een kostschool. Dus je hebt allemaal meiden. En een beetje à la Gossip Girl. Hogere elite. Dus dat vind ik heel leuk. En dat zou ik graag in een serie willen zien. Die ik net zoals Gossip Girl kan verslinden. Het is dan echt een mix. Als dit een serie zou worden, dan is het echt een mix van Gossip Girl en Pretty Little Liars. Omdat dat school en elite en chantage aspect van Gossip Girl heeft. En het heeft de mysteries en moord en ontvoering van Pretty Little Liars. Het zou echt, denk ik echt dat het leuk is. Ja. Vraag nummer 8 volgens mij is: welk boek zou maar één perspectief moeten hebben? Ik heb deze al gezegd, maar alweer Allegiance. Als jullie mijn review hebben gekeken, ik vond het heel jammer dat deze twee aspecten had. Ik snapte aan het einde wel, maar het was gewoon zo niet goed gedaan. Omdat je niet wist wie nou Tobias was en wie nou Trish. Het is dat het erboven stond, maar ja, dat vergeet je halverwege lezen ook weer. Of als je even je boek weglegt en weer pakt, dan denk je dat je Trish leest. En dan praat Trish tegen zichzelf in de derde persoon. Nee, oh ja, het was Tobias. Dus nee, sorry, nee. Veronica Roth, je bent een hele goede schrijfster. Maar hier was gewoon twee perspectief niet goed. Dus die had ik graag niet gehad. Dan de volgende vraag is: welke boeken zouden cover change moeten krijgen? En hier heb ik heel lang over na moeten denken. Omdat ik eigenlijk geen één heb. En heb ik er wel één, dan hebben ze al een cover change gehad. Dus nu heb ik er eentje waarvan ik het niet echt nodig vind. Maar dat ik denk dat als ze een cover change zouden krijgen, dat meer mensen de serie zouden lezen. En dat is de Darkest Power serie van Kelly Armstrong. Ik vind dit echt een fantastische serie. Kelly Armstrong vind ik een hele mooie schrijfster en ik wil nog steeds meer van haar lezen. Maar op een of andere manier kom ik er niet aan toe. Ik weet dat zij een adult serie, fantasy serie heeft over weerwolven. Een vrouw die is gebeten door een weerwolf en nu dan dus bij een weerwolfpack hoort. En ik weet dat ik daar het tweede deel van heb gelezen. Die vond ik fantastisch. En naar mijn idee heeft ze ook zo'n soort in young adult vorm over weerwolven. Maar die wil ik dus ook nog steeds heel graag lezen. Maar op een of andere manier kom ik er niet aan toe. Ik heb de boeken ook nog niet zo vaak in de winkel zien liggen. Dus ook niet gekocht. Maar goed. Deze, ja, ik vind het de voorkant absoluut niet fout. Van ze allemaal niet. Zeker niet. Alleen het trekt denk ik niet echt aan. Het geeft ook niet echt een goede indruk, denk ik. Of zo. Ze spreken niet echt. Ze zijn allemaal een beetje hetzelfde. Dame voorop met een edelsteen. En je weet niet echt wat je ervan moet verwachten. Het is veel meer dan de voorkant. Hier zie ik er eigenlijk uit als een slechte heksenserie of zo. Terwijl dat absoluut niet is. Het is echt super leuk over tieners met superkrachten. En die worden gevangen genomen. En die moeten ontsnappen en zichzelf vinden.
en een hele wereld erachter. Dus dat is het zeker. Maar ik denk gewoon niet dat dit echt aantrekt. Dus daarom deze dan maar. Lang verhaal kort te maken. Dan de volgende vraag is: welke boeken zouden geen cover change moeten hebben gekregen? Welke boeken zouden geen cover change moeten krijgen? En daarvoor ga ik voor de testtrilogie. Dat zijn deze boeken. En ik weet niet. Ik vind deze best wel leuk, deze boeken. Doordat ze eye-catching zijn. Doordat er simplicity is. En het laat wel, ik weet niet, je krijgt er wel een beetje de feeling bij die het is. Je ziet dat het dystopian is. Ik vind dat deze boeken heel goed laten zien waar het over gaat. En een beetje de indruk geven. En ik vind dat de nieuwe, dat is deze. Ik weet niet, er staat weer een persoon op de voorkant. En ik ben überhaupt niet zo van personen op de voorkant. En ik weet niet, hier ziet het er meer dystopian en meer à la Divergent uit dan dat het is. Terwijl het echt een eigen serie is. Het is een beetje namelijk, het is dystopian terwijl ze op de school zitten en terwijl ze de Hunger Games moeten doen. En ik vind dat dit geeft die indruk ook. En ik vind dat bij deze covers niet zo. Dus nee, ik vind deze zelf leuker eigenlijk. En meer, mij trokken ze meteen aan, want ik had nog niemand over de serie gehoord. En hij trok me meteen aan, toen lag ik achterkant en toen was dat. En ik vond ze ook leuk. Niet heel leuk, maar leuk. En dan de laatste vraag is: welke serie zou bij het eerste boek moeten zijn gebleven? Welke serie had na het eerste boek moeten stoppen? En dat is voor mij Verwelken van Lauren DiStefano. Ik vond dit boek fantastisch. Het gaat over een wereld waarin meisjes niet ouder worden dan 21 volgens mij. En mannen niet ouder dan 25. Dus ik krijg een hele andere soort wereld waarbij meisjes worden ontvoerd om uitgehuwelijk te worden aan mannen, zodat die mannen voor veel nageslacht kunnen zorgen. Of ja, ik weet niet. En er worden kinderen worden gekidnapt om testen op te doen. Ouders zijn er niet meer. Dus het is allemaal heel raar. Ik vond deze fantastisch. Het ging over Ryan. En zij werd dus gevangen genomen om met een man te trouwen. Met een hele akelige vader. En ze zit dus in het huis met een paar andere meiden. En ze zijn heel rijk. En ik weet niet, alle intriges die in dat huis gebeuren, komt ze steeds meer te weten en alle mysteries. Dus deze vond ik heel leuk. En ik vond gewoon het hele aspect van niet ouder worden van 21 en 25 heel leuk. Maar hierna werd het een beetje bergafwaarts. Dat waren mijn antwoorden op de Should Have Tag. Vind hem leuk? Doe hem zeker zelf ook even. En ja, dat was het weer. Niet waarom ik zo'n stemmetje opzetten. Zoals altijd, doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer als je meer wilt zien. En ik zie jullie heel snel weer. Doei!